liederen die we zojuist hebben gezongen, die stonden al heel erg sterk in dat teken. En het is een onderwerp waar we het vanmorgen eens nader over willen hebben, dat in de hele Bijbel zo'n grote rol speelt. Namelijk de eer aan God. En als ik u alleen maar één woord noem, dat echt een heel internationaal woord is. Halleluja. Het is een Hebreeuws woord, maar in elke taal klinkt het. Halleluja, maar dat betekent niks anders dan lof zij God. Of prijs God. Of eigenlijk is het de naam van God. Halleluja. En dat ja, dat eindigt, dat is de naam van God. Dat wil zeggen prijs Yahweh. Ik ben die ik ben. Nou, dat is de rode draad van het begin tot het einde. En dat is niet omdat God, ik denk dat het belangrijk is om dat ons te realiseren, omdat God eergevoelig is of een groot ego zou hebben, of omdat God zit te wachten op eerbetoon of om compliment. U weet wel, dat is in feite vaak, als je psychologisch benadert, een minderwaardigheidscomplex, en dat je daarom dat probeert dan te compenseren door mensen die jou maar complimenteren. Maar als we het hebben over de eer van God, dan hebben we het over dat wat Hij waardig is. Wat de waarheid is, de heerlijkheid van wie Hij is. En dat blijkt inderdaad, welke heerlijkheid we het ook over hebben, het is allemaal de heerlijkheid van Hem. We zullen dat straks ook nader bezien. Laat ik eerst eventjes wat zeggen over de oorsprong van deze specifieke uitdrukking, tot lof van zijn heerlijkheid. Dat is een uitdrukking die we een drietal keren tegenkomen in de brief aan de Efeziërs. De brief die Paulus heeft geschreven aan de Efeziërsbrief vanuit de gevangenis. En dan komen we in Efeze 1. En dat is een schitterend hoofdstuk. Paulus pakt daar met recht uit. En als ik het zo zeg, dan is dat misschien nog wel dubbelzinnig ook, want het is één grote schatkamer. En ja, dat is niet voor niks dat ik het zo ook zeg, want als u dan even met mij bladert, ja, ik heb allemaal dia's, maar goed. Even de introductie, dan lees je in vrijwel het begin, in vers 3 staat er. Zo begint de apostel dan te spreken en te schrijven. Gezegend zij, of geloofd zij, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Volle titel van Hem die opgewekt is uit de doden. Wel, de God en Vader van Hem die zij gelooft. Waarom? Die ons zegent. Gewoon, dat staat in een tijdloze werkwoordvorm. Hij zegent ons. En dan staat er in de meeste vertalingen helaas gereduceerd, omdat het kennelijk een beetje al te bond was in de oren of in de ogen van de vertalers. Heeft men van allerlei gemaakt. Dat is een reductie op de tekst, dat is gewoon het woordje alle. Die ons zegent met alle of elke geestelijke zegen te midden van de hemelsen in Christus Jezus. Een hele mond vol en in werkelijkheid gaat de zin nog veel langer door. En het is één grote, nou, het is een beetje overdreven, maar Efeze 1, dat zijn, maar een paar zinnen. En soms denk je, als je het voorleest, ik struikel over mijn woorden. Maar dat is ook precies zoals Paulus het heeft opgetekend. God is het die ons zegent, ons, en dan gaat het hier in de Efeziërsbrief specifiek over degene, uiteraard zou ik daar zeggen, degene die in Christus zijn. Dat wil zeggen, degene die vandaag het voorrecht genieten, want zo is het, ja, maar daarover straks meer, die het voorrecht genieten in Hem te mogen zijn, dat wil zeggen Hem te mogen kennen. Dat is een voorrecht. Dus, dat bedoel ik ook, het is een recht dat ons is gegeven, maar dat wij ook voor hebben op zoveel anderen. Je bent uitgekozen. En het is een recht wat uiteindelijk aan elk schepsel ten deel valt. Dat wil zeggen om Hem te kennen, Hem te loven. Maar denk er eens even aan. Gezegend met elke geestelijke zegen
in Christus Jezus. Er is niets in Gods, als ik het zo mag zeggen, schatkamer, wat hij niet geeft aan degene die nu vandaag in hem is, die hem mag kennen. Nou, dat is onvoorstelbaar. En als ik zeg, Paulus pakt uit, nou, dat blijkt ook wel, want hij gaat dan vervolgens aantonen, hij laat zien wat ons dan allemaal ten deel is gevallen. Laat ik dan aanhaken in vers 5. Ik las zojuist al even voor vers 3. God, die zegent, elke geestelijke zegen, niets houdt hij achter. En dan staat er in vers 5, ik lees voor uit de NBG-vertaling van 51, in liefde, want dat is de sfeer waarin God opereert, logischerwijs, want dat is precies het kenmerk van zijn wezen. In liefde heeft hij ons, ik heb het expres even ook gecursiveerd, omdat dat vanmorgen juist ook de nadruk heeft, hij is degene die handelt, heeft hij ons ertoe tevoren bestemd. Hier weer, dat doet hij, dat het feit staat. Het gaat er niet zozeer om wanneer dat is, maar dat hij dat doet. Eerst in vers 4 heb ik nog gezegd dat hij ons uitkiest. Degene die vandaag mag geloven, is uitverkoren. Uitverkoren, dat wil zeggen, ja, voor de nederwerping der wereld, dat is de term die Paulus gebruikt. En wat het dan ook precies mogen betekenen, we gaan dan echt heel ver terug in de tijd. In ieder geval ver voordat u en ik geboren waren. En nog een paar eonen, zal ik maar zeggen. Voor die nederwerping van de wereld koos hij uit. Uitverkiezing, laat ik dat erbij zeggen, uitverkiezing. Voor sommige mensen die het woord alleen al horen, en ik kom zelf, nou ja, ik kom er niet zozeer vandaan, maar ik woon er tegenwoordig wel in Katwijk. En voor de meeste van mijn plaatsgenoten is het woord uitverkiezing. En er zijn meer van die plaatsen waar dat heel sterk geldt. Die krijgen de vibraties al, als ik het zo mag zeggen, als ze het woord horen. Uitverkiezing. Want ja, die denken, de gevoelswaarde waaraan dat gekoppeld is. Ja, als God uitkiest, God kiest sommigen uit. En als je uitverkoren bent, dan zit je goed. En als je niet uitverkoren bent, dat is de grootste meerderheid, die zijn bestemd voor de hel. Ja, ik zeg het nou even gewoon cru, maar dat is waar het op neerkomt. Je kunt er een strik omheen doen of het allemaal een beetje wegmoffelen, maar dat is waar het op neerkomt. Dat is een afschuwelijk idee, want het punt is namelijk, je kan er ook nog eens een keertje niks aan doen. Ja, je bent uitverkoren, je bent het niet. Maar dat is zo'n, ja, een misverstand wou ik zeggen, maar dat is, het is geen misverstand. Het is een vreselijke karikatuur, want je mist dan precies de hele sfeer waarin het namelijk juist plaatsvindt. God kiest uit. Uitverkiezing is een Bijbels gegeven. Dat hoef je helemaal niet weg te redeneren, maar dat is niet van de een wel en de ander niet. Nee, God kiest uit, niet met uitsluiting van anderen, maar juist insluitend, ten voordele van degene die niet uitverkoren zijn. En het mooiste en makkelijkste voorbeeld, en het voorbeeld dat ook het eerst voor het grijpen ligt, dat is in de Bijbel Abraham, waarvan we ook lezen dat hij is uitverkoren, ja. Maar was dat omdat God de rest van de aardbodem niet interessant vond? Nee, er staat juist, hij was uitverkoren, opdat door hem, zijn zaad, alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. Dus uitverkiezing is een voorrecht. Je zou ook kunnen zeggen, het is een last. Als je dan de gemiddelde Jood vraagt, die zegt van, het is een last. Want ja, het brengt namelijk ook een heleboel lijden met zich mee. Als je tot dat volk hoort. Maar in elk geval, je bent uitgekozen, daar gaat het even om. De doelstelling is altijd tot zegen, tot heil van. Hij kiest een instrument uit om een veel groter werk te verrichten. En dat is wat uitverkiezing is. Dus het is niet met uitsluiting, maar juist insluitend. Omdat God de hele schepping inderdaad lief heeft. En God kiest vandaag ook, laat ik het dan zo zeggen, en dat is, ja, dan zijn we echt in de sfeer ook van de Efezebrief.
God kiest het woord vandaag uit, het verborgene, zo opereert, zo werkt hij vandaag. Het is niks, dus het haalt de kranten niet, het journaal niet, maar hij werkt een verborgen werk te midden van de natie. Hij roept mensen uit. Om vervolgens, ja, nou ja, dat is, daar gaan we het dus over hebben. Dat is de titel, dat is het thema van deze studie. Het is inderdaad om zijn heerlijkheid te gaan verkondigen. Dat is het. Waar en hoe, dat doet nu even niet de zaken. Het gaat om het gegeven zelf. Maar het is niet alleen maar dat God uitkiest. En uitverkiezing is inderdaad, dat is waar, dat kun je niet ontkennen, is een selectief gegeven. De een wel, je wordt uitgekozen. Stel je voor, je zit in de klas en de leraar die kiest een paar leerlingen uit die iets dan mogen doen. Nou, dan is de een wel en de ander niet. Dus dat is, je kunt zeggen, uitverkiezing is in die zin exclusief. Dat wil zeggen, sommigen wel en anderen niet. Alleen, nogmaals, het is altijd diegenen die uitverkoren worden, die worden juist ingezet ten behoeve van degenen die niet uitgekozen zijn. En daarmee is dus vastgesteld dat buiten uitverkiezing een Bijbels gegeven is. Dat is niet alleen maar omdat het toevallig hier staat, in vers 4. Maar dat geldt trouwens ook voor een ander begrip, en dat is voorbestemming. In liefde bestemt hij ons voor. Dat is net nog weer iets anders. Dat is ook bekend, theologie noemt men dat predestinatie, dat betekent voorbestemming. En dat is nog weer een ander gegeven. Uitverkiezing wil zeggen, sommigen worden uitgekozen met een specifiek doel. En voorbestemming is dat God een plan heeft. En daarin, aan elk die daarin in dat plan een plaats heeft, inderdaad een bepaald doel voor ogen heeft, dat is voorbestemming. En daarmee is predestinatie ook een geweldige Bijbelse waarheid. God bestemt voor. We komen er straks nog even op terug, maar in ieder geval is hier al vastgesteld, in liefde bestemt hij voor. Hij heeft ons uitverkoren en dan staat erbij als zonen van hem te worden aangenomen, eigenlijk tot zoonschap, tot zoonstelling door Jezus Christus. Van hem. En daarmee ook, want zoonschap heeft alles te maken met het erfdeel. Dus aanhalingstekens, van lotsdeel, dat wat je toevalt, wat God wil gaan geven. En dat is om de erfenis te delen, inderdaad, met Jezus, namelijk de Christus. En als je er even verder leest in vers 11, dan lees je inderdaad dat we in hem, in wie wij ook dat. In wie ook ons lotsdeel is toebedeeld. Lotsdeel is een mooi woord, want dat wil zeggen, het valt je toe. Mooi toeval. Hè? Toeval bestaat niet. Nou, toeval bestaat wel, in die zin. Hij doet het toevallen. Het komt je toe zonder dat je er iets. Maar dat u weet, dat is wat het lot ook altijd bedoelt. Als je een loting, dan gaat het erom, ja, jij hebt er geen invloed op. Maar het valt je gewoon, dus toevallig toe. Maar het geweldige is, er is iemand, een God, die dat alles bedeelt, doet toevallen. Hier is het idee dat wij dat voordat dat God zich vandaag vergadert en verzamelt, uit de natiën die is bestemd tot het zoonschap, omdat die hoge positie straks ook te delen in de volheid van de tijden, zoals dat later ook weer genoemd wordt. En het is allemaal naar het welbehagen van zijn wil, omdat God dat zo wil. Daarom, het is in overeenstemming dus met het feit dat hij dat zich zo heeft voorgenomen. In liefde. En dat plezier hem. Dat woord welbehagen is natuurlijk een beetje een oud Nederlands woord, maar het betekent gewoon dat God daar plezier heeft. Zo wil hij dat graag. En niets weerhoudt hem ervan om dat op die manier te doen, maar hij is God. We lezen even verder, want nu komen we pas bij dat begrip. Want ik zei al, ik wil eerst eens even aan toelichten waar die uitdrukking tot lof van zijn heerlijkheid vandaan komt.
Wel, uit Efeze 1, ik zei al, 3 keer komen we hem tegen. Wel, hier is de eerste keer. Dan staat erbij tot. Dus het was eerst dus vastgesteld, uitverkoren, voorbestemd. En het is allemaal naar zijn wil, het welbehagen van zijn wil. En dan staat erbij tot lof, de heerlijkheid van zijn genade. Tot lof. Ja, nou ja, ik heb eens gezocht op allemaal synoniemen en het lijstje is niet compleet, maar wij hebben daar vele woorden voor. Tot lof, dat wil zeggen tot eer van, of als hommage aan, of tot roem, of als hulde, of als een ode, of als glorie. Dat is allemaal, het zijn allemaal woorden die daarmee samenhangen. God doet die dingen. God geeft dat. God geeft dat. En Efeze 1 is het onderwerp dat degene die hij vandaag heeft uitverkoren en die tot dat gezelschap mogen behoren, wel, die heeft hij een geweldige positie toegedacht. En het is allemaal al zo ver voor ons geworden, bedacht en gegeven en vastgesteld. Hij wil dat zo graag. En ja, en dat betekent dus, aangezien het allemaal al geregeld was, ver voordat u en ik er waren, betekent dat dus, aan wie is de ode dan? Ja, aan hem uiteraard, want wij hebben er geen enkele deel aan gehad. Ik bedoel, wij hebben er niks aan bijgedragen. We hebben er wel wat deel aan, ik bedoel in die zin dat het je ten deel valt. Maar het is niet dat je er een bijdrage aan geleverd hebt of invloed op hebt. Dat is zo geweldig. Dat betekent dus dat het, als er eer is, dan is het aan hem tot lof. Als een hommage aan hem. Geen mens kan zeggen, ja, maar daar heb ik toch iets aan gedaan. Mensen, dit is zo geweldig. En dit is zo fundamenteel om dat te gaan realiseren. Want dit is, ja, hier specifiek gaat het over de voorrechten die ons, de gelovigen in Christus Jezus, ten deel vallen. Ja, maar het is veel breder. Het geldt nou voor alles. Het is alles tot lof, tot roem, als hulde aan hem. Want dat is wat hij verdient. Dat is gewoon namelijk de waarheid. En verbeeld je nou maar niks. Ik moet er denken aan, ja, dat is een grapje, dat kwam van de week nog eventjes langs. Ik las het. En een olifant en een muis die lopen over de brug. En die muis die kijkt zo omhoog en zegt tegen die olifant, wat stampen we lekker, hè? Ja. Kijk, in dat geval, hè, die muis die verbeeldt zich dat hij dat dan zo doet. Maar ik bedoel, als je het hebt over de eer van hem, dan gaat het dus over de waarheid. Verbeeld je nou helemaal niks van, nee, hij is het. Hij is het die dat realiseert. Dus aan hem de ode. Tot lof van, laten we het eventjes wat, dat begrip, tot lof van zijn heerlijkheid, laten we het eens eventjes in stukjes knippen. We weten nu wat lof is. Een groot applaus aan hem. Zodat we inderdaad dus ons realiseren van aan hem die glorie. En bovendien tot lof van de heerlijkheid. En een ander woord daarvoor, wat heel dikwijls gebruikt wordt, we zullen het straks daar nog een keer tegenkomen. Dat is verheerlijken als werkwoord. Maar tot lof van de heerlijkheid, dus is eigenlijk niks anders dan verheerlijken. Maar verheerlijken, neem het woord letterlijk, dan betekent dat de heerlijkheid van iets in het licht stellen. Ik heb hier een plaatje van een diamant. Dat is de heerlijkheid, op het moment dat daar licht op schijnt, dan wordt de heerlijkheid van zo'n diamant in al zijn facetten tentoongesteld. Wel, dat is tot lof van de heerlijkheid, tot lof van zijn heerlijkheid. Zodat dus alle ode aan zijn glorie gegeven wordt. En het wordt trouwens nog wat nader precies gesteld. Het is tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. En bij genade denken we het begrip zelf, dat is het Griekse woord charis. En charis, dat betekent vreugde. Maar dan vreugde om niet. Denk eraan,
Dus inderdaad, de grondgedachte is altijd dat wat blij maakt. Maar het is ook, het heeft ook de component van het is om niet. De Bijbel speelt natuurlijk een enorm grote rol. En het is bij ons een wat, ja, bij ons, ik bedoel in het Nederlands taalgebruik is genade. En voor velen is het een begrip dat een bepaalde plaats heeft gekregen in de dogmatiek. En wat daar allemaal aan mee gelieerd is of mee geassocieerd wordt. Maar het begrip zelf was voor de Grieken heel bekend. Namelijk, het werd ook gebruikt gewoon in het alledaagse leven. Als je iets ten deel valt, wat jou blij maakt, ik noem maar wat, je staat op het strand en je ziet de zon ondergaan. En daar kan je soms zo blij van worden, van momenten in de natuur, dat zie je zomaar, het maakt je blij. Of een goede maaltijd, wat je blij maakt, je krijgt het zomaar of niet. Vreugde om niet. Je krijgt het, het valt je ten deel. En daarom is de gedachte ook dat als je die vreugde om niet ten deel valt en je beseft dat, dan maakt dat dankbaar. En dat is dan weer een woord, dan komt er één lettergreep bij en dan is het eucharis. En eucharis betekent dankbaarheid. Maar dankbaarheid is niks anders dan het besef van genade. Let op, het is tot lof, al die dingen die God geeft, dit is tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Aan hem is dat alles. Hij doet het en dus aan hem de lof. En bovendien, maar het is ook lof van een onvoorstelbare heerlijkheid. En bovendien van genade. Je krijgt het om niet en het maakt zo onvoorstelbaar blij. Dat is het. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Dat is de grote doelstelling. Dus waarom geeft God die voorrechten niet om... hoe zeggen ze dat? Hè? We zijn op de wereld, zeggen ze dan. Ja, we zijn op de wereld voor elkaar, helpen elkaar. Dat is de jonge lui met ons, die kennen dat liedje niet eens meer, denk ik. Maar goed, maakt niet uit. Dat is... Of, trouwens, dat is nog een hele gunstige versie, hè, want in deze tijd waarin de mens, het ego, heel erg groot is geworden, zeggen we wel, je bent op deze wereld gewoon om jezelf te ontplooien en om zelf zo gelukkig mogelijk te worden, maar het is allemaal onzin, het is wereldsdenken. Zelfs die eerste versie is ook wereldsdenken, we bennen op de wereld niet voor elkaar. Dat denkt u misschien wel, we bennen op de wereld alleen maar tot lof van zijn heerlijkheid. En als je adem hebt gekregen, en zoals we hier zitten, hebben we dat allemaal op dit moment. Als je ademt, weet je waarom? Nou, ik had het net over het woordje halleluja, maar hoe eindigt het boek der Psalmen? Alles wat adem heeft, loven de Heer. Het is trouwens een voorzegging hoor. Het is niet alleen maar een oproep. Alles wat adem heeft, zal de Heer loven. Waarom heb je adem? Waarom heb je een tong gekregen? Ja, om te praten, maar niet om te leuteren. Ik bedoel, het is helemaal mooi over koetjes en kalfjes te praten, daar gaat het niet om. Je hebt een tong gekregen om hem te loven. Dat is de reden. Om zijn heerlijkheid in het licht te zetten. Wat is het grote voordeel dat ik een tong heb? Nou, dat ik groot van hem kan spreken. Van hem en tot hem kan spreken. Maar tot lof van de heerlijkheid van zijn genade betekent gewoon dat ik die heerlijkheid van hem één grote ode ga brengen. En dat ik laat zien, het is zijn genade. En de essentie daarvan is, dat kun je alleen maar doen wanneer je ook weet dat het niet jouw werk is. Op het moment dat je denkt dat het jouw werk weer is, verdiensten, ja, dan kun je dat wel zeggen. Daarom, dat is de grote ellende met menige godsdienst, ik bedoel ook christelijk, maakt me niet uit wat voor bijvoeglijk woord, naamwoord je er ook voor zet, maar dat het met de tong is, dus, of nee, pardon, met de lippen. Je leest van het volk Israël, Jesaja zegt, dit volk eert mij met de lippen, ze zeggen dat is van hem, dat is al mijn eigen verdienst hoor. Ze zijn gewoon bezig met werken, zodat zij natuurlijk toch in feite zichzelf op de voorgrond kunnen stellen. Dan eer je hem met de lippen, maar het is niet echt zo. Wil je hem de eer geven? Nou,
zie dan in ieder geval ook in dat het helemaal zijn werk is. Terwijl als het gaat om die schatkamer van hem en wat ons ten deel valt, dat is allemaal van hem, want het was al verder voor onze geboorte gearrangeerd en geregeld en viel ons ten deel. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, ik moet nu even verder gaan, waarmee hij ons begenadigt in de geliefde. Ook hier een tijdloze werkwoord van hij begenadigt. Dat wil zeggen, hij geeft ons die vreugde om niet en in de geliefde. En wie dat is uiteraard... Dat is de Heer Jezus Christus. En nou ga ik even verder, want ik zei al, 3 keer komen we die uitdrukking tegen, tot lof van zijn heerlijkheid. Komen we in vers 11, dan staat er, u ziet het, ik val midden in de zin, maar dan staat er, naar het voornemen van hem. Nou, dan weet je ook meteen weer waar het over gaat. God heeft een voornemen, een plan. En hij werkt dat uit. Hij kiest uit. Ver van tevoren. Bovendien, hij bestemt voor het. Niets gebeurt zomaar. Nee, hij heeft een plan. En alles is in overeenstemming met. Dat woord krachtens is eigenlijk overeenkomstig. Overeenkomstig het plan of het voornemen van hem die in alles werkt, die in het al, tapanta, die in het totaal. In het geheelal, in het heelal. Die in het heelal inwerkt. Opereert, of dat nou zichtbaar is. Dat inwerkt, dat heeft er al mee te maken dat het ook inderdaad op een verborgen wijze zich voltrekt. Maar hij is het die een plan heeft en dat gaat. En het is allemaal in overeenstemming met hem die in alles werkt naar de raad van zijn wil. Naar de bedoeling, naar het plan van wat hij wil. Dat, die raad, dat is vaak een verborgen zaak. Dat is wat zich aan het oog onttrekt, wat God bedoelt. Er gaan een heleboel dingen tegen Gods wil in, maar uiteindelijk er gaat niets tegen Gods raad in. Als je niet geloven wil, zou ik eens een vader om te vragen die Gods wil weerstond. Je leest dat in Romeinen 9. Laat mijn volk gaan, zei God via Mozes tegen hem. Doe ik niet. Ging hij in tegen Gods wil? Maar ging hij in tegen Gods raad? Ja, dat dacht hij misschien. Dat kan nooit. Nooit! Nooit gebeurt er iets buiten dat plan van God, buiten zijn raad. In alles werkt hij naar de raad van zijn wil. Ja, dat is geweldig. Dat is een God kennen. Goed en kwaad. Zelfs als mensen tegen hem een vuist ballen en daar niets van willen weten, het valt uit. Buiten zijn plan, buiten zijn bedoeling kun je nooit terechtkomen. Nooit! Onze armen zijn zo vaak kort, veel te kort, om te doen dat wat we willen. Maar ik lees zo graag die woorden, want die illustreren het zo perfect. Wat er in Spreuken 16 staat, vers 4, onthouden. God heeft onthouden, ik ben hem zelf vergeten. De Heere, Yahweh, heeft alles gemaakt voor zijn doel. En dat erbij, want je denkt dan van ja, maar dat is natuurlijk, dat moet je niet zo extreem stellen. Nee, dat zegt hij juist wel extreem. God heeft alles gemaakt voor zijn doel. En om te onderstrepen dat hij met alles, alles bedoelt, zegt hij, zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad. Hij heeft met alles een bedoeling. En aangezien hij goed is, wordt dat kwaad omgesmeed. Hij heeft een bedoeling met dat alles. Met elk schrijf. Geweldig. Die in het al werkt naar de raad van zijn wil. Dit geeft zo'n geweldig perspectief. Dit is zo belangrijk. Om God, staat in Romeinen 1 vers 21. Vers 21. Daar staat, om God als God te verheerlijken. Niet als een godje die met bepaalde dingen dan een plan heeft en dat probeert uit te werken. God probeert nooit iets. Hij doet zijn werk. Hij heeft een plan. En vanaf het begin stond het eind al vast. Kijk, dat is God. En God als God verheerlijken betekent dat hij alles een plaats geeft.
die in alles werkt naar de raad van zijn wil, dan komt het weer, als je dat beseft, opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Hier heb je het weer. Tot lof van zijn heerlijkheid. Als dit waar is, dat alles werkt, gewerkt wordt naar de raad, naar de bedoeling van zijn wil, dan betekent dat het slechts één doelstelling heeft, namelijk het is tot lof van zijn heerlijkheid. Nou, geef hem de credits daarvoor, zou ik zeggen. Als je waarachtig bent. Verbeeld niks, tot lof van zijn heerlijkheid. Ik lees nog even verder, nou zijn we inmiddels in vers 14. Dan staat er ook tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft. Nou ja, tot verlossing, tot vrijkoping. Het gaat hier ook over de toekomst van dat wat hij zich verwerft. Ja, dat is in de vertaling het woord dat hij zich verworven heeft. Nou, dat is nog wat interpretatie bij. Maar als u dat wel lastig vindt, want het is natuurlijk midden in zo'n zin, in dat betoog van de apostel, laat het maar even, want daar gaat het nu niet om. Het gaat erom, het is hoe dat dan ook uitgewerkt wordt, als hij verlost, dan is dat ook weer tot lof van zijn heerlijkheid. Het is gewoon het refrein in Efeze 1. Tot lof van zijn heerlijkheid. Dan weet je meteen het doel dus. Met oog waarop doet God dat? Wel, als één grote ode aan zijn heerlijkheid. Dat is de waarheid, want hij heeft het bedacht. Hij doet het en hij realiseert het. Dus aan wie is de lof en wie is de eer? Aan hem. Maar dan ook aan hem alleen. Nou, om even nog diezelfde de gedachte vast te houden tot lof van zijn heerlijkheid. Ik heb nu het Efeze 1 laten zien. En ik had een heleboel meer schriftplaatsen nog over het Oude Testament. Maar ik heb heel veel moeten schrappen. Maar één ding moet duidelijk zijn. Ik wilde vooral de meest essentiële schriftgedeelte die dat zo duidelijk ook laten zien. En vanuit Romeinen 11, ja, dat is dan weer een heel andere aanvliegroute om zo te zeggen. Maar je komt weer uiteindelijk bij exact dezelfde waarheid. Romeinen 11, dat is het einde van een lang betoog van de apostel. Waarin hij ook uiteenzet de wegen die God gaat met zijn volk Israël en met de natiën. Hoe hij het volk Israël terzijde stelt voor de tijd. Om vervolgens weer de draad op te pakken. Totdat, hè, dat speelt een grote rol in die hoofdstukken 9, 10 en 11 van Romeinenbrief. En dan zegt hij, ja, dat is vers 32 dan. God heeft alle onder de ongehoorzaamheid besloten. Maar ook dat is zijn werk. Hij doet dat. Allen zijn zondaar. Allen zijn stervelingen. God heeft dat zo gedaan om zich over allen te ontfermen. Nou, en dan breekt de apostel los in een ook weer een geweldige lofzang. Voor Paulus was dat geen frase of een, nou ja, weet u wel, dat lippendienst. Nee, dat was de realiteit van ook in zijn leven, in de praktijk. We zongen trouwens zojuist, het viel me pas op toen we het zongen, maar we zongen zojuist in dat ene lied over dat, dan zing ik nog liederen in de nacht. Maar dat is, dat verwijst, lijkt mij zo, naar die geschiedenis die van de apostel Paulus, dat hij met Silas gevangen zat. Je weet wel, in de nacht, in de kerken, in de binnenste kerken, dus heel in het blok, voor het blok of nee, in het blok. Hij kon geen kant op en dan lees je, en maar midden in de nacht zongen Paulus en Silas goden lof. En al die gevangenen, ze geneerden zich niet. Nee, dat is toch heel reëel, als ze zongen Gods lof. En al die gevangenen luisterden mee, wat gebeurt er? Een geweldige aardbeving vond er toen plaats. Bij die gelegenheid, u moet het maar eens nalezen. Maar wat ik zo geweldig vind, midden in de nacht, was het pikken donker, in het blok, net zo waren ze juist nog gegezeld. En wat doen Paulus en Silas? Zo'n godslof. Ja, en dan denk ik, dit is het besef van Gods heerlijkheid. Als God God is, plaatst hij dat dus ook. En als God, die God, voor mij is, wat is er
dan tegen mij? Wat kan er überhaupt tegen mij zijn? Als hij die alles in zijn hand heeft, voor mij is, dan kan er niks tegen mij zijn. Niks. Bedenk maar iets. Ja, als er andere invloeden zouden zijn die ook zeg maar een factor zouden zijn in mijn leven en die de boel nog weer zouden kunnen scheeftrekken, of ja, dan ben je in de aap gelogeerd, zoals we dat al zeggen. Ja, dan gaat het hele verhaal niet meer op. Nee, maar er is één God. De God van hemel en aarde. En Paulus zegt, die is voor mij. En wat kan er dan tegen mij zijn? En dan ben je midden in de nacht. En dan kan alle omstandigheden tegen zijn. En wie geeft de eer aan hem? En dat heeft niks met voelen te maken. Want ik had zojuist even over wereldse wijsheid. Die zegt, we ben op de wereld voor elkaar of voor mezelf. Weet je wat ook wereldse wijsheid is? Dat is afgaan op je gevoel. Dit heeft niks te maken met gevoel. Of met je zintuigen. Dus als het iets bedriegelijk is, is het vaak je eigen conclusies. Het is vaak projectie. En onze zintuigen, want we zien namelijk maar heel beperkt. Zo, en sowieso al in de tijd. We weten niet eens wat er over een half uur gaat gebeuren. We weten dat niet. Maar is er één die het geheel overziet en die heeft gesproken. En geloof, dat is geen gevoel. Geloof wil zeggen, hij heeft gesproken en zo is het. En er staat daarop, dan sta je op een rots. Als je op gevoel staat, dan sta je niet op een rots hoor. Dat is heel bewegelijk. Daarom heet het ook emotie. Motion, hè? Emotion, dat is zo bewegelijk. We noemen het emoties, dat zijn. Ik ben, zeggen we dat, ik ben geëmotioneerd, ik ben bewogen. Ja, nou, er is niks, begrijp ik. Ik heb niks tegen beweging. Nou ja, mevrouw die zegt van wel, maar. Hou je mond. Zwijg, vrouw. Nee, begrijp me goed. Er gaat niks. Want, laten we wel wezen, vreugde is ook emotie. Het gaat me niet om tegen emotie, het gaat erom. Wat is het uitgangspunt? Wat is de basis? Dat is geloof. En geloof, dat wil zeggen, amen zeggen op wat hij gesproken heeft, dat maakt blij. Dat geeft vrede. Als je het over emotie hebt, dan zeg ik, ja, oké, dat wat voortvloeit uit wat hij gesproken heeft. Ja, en dat tilt je boven de dingen uit, dat geeft je vleugels met recht. Als u zegt, dat is erg bewogen en bewegelijk, oké, prima. Maar begrijpt u, het is zijn woord waar je op afgaat. En dan kun je inderdaad liederen zingen in de nacht. En Paulus zegt, ik kom weer even terug bij Romeinen 11. Als hij dan die lofzang heeft gesproken, ik zei dat is geen theorie. Voor een heleboel mensen, mag ik misschien nog even bij zeggen, is dit inderdaad vaak theorie. En zelfs als je dit weet, dat het allemaal gaat om de lof van zijn heerlijkheid, dan kan het nog theorie zijn. Dat je het wel weet, ja, maar in hoeverre heeft dat rendement? Want dat je elke dag de dag begint. Met een dansje, ja waarom? Omdat hij de lof verdient. De nacht is voorbij, je staat op. En waarom? Waarom mag je opstaan? Waarom mag je ademhalen? Nou, om hem te loven. En dat is de toonzetting van de dag. Zo mag je leven, dan leef je trouwens ook. Ik vind niet voor niks leven en loven, dat is eigenlijk hetzelfde woord, alleen het klinkt. Alleen een andere klinker zit erin. Je leeft als je looft. Het is loven. Als je het Engels zegt, dan krijg je nog love. Leven, leven, loven, lieven. Het is, dan ken je de liefde Gods, dan ga je hem de ogen geven en de eer die hem toekomt. En dan leef je. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Ja. Als je adem hebt, dan leef je. Als je adem geeft, als je de adem weer uitblaast, geplaatst, dan leef je niet meer. En weet u wat er staat? Even een wasstraatje nog. Weet u wat er staat? Niet de dood. Het is één groep die nooit de Heer looft. Ja, als je sommige rouwadvertenties mag geloven, dan zou je dat niet denken. Maar, en dat zijn de doden. Ik vind het nou 5, 6 keer zo in de psalm. Jesaja, niet de doden loven de Heer.
Nee, want die hebben aarde. Nou ja, dat is weer een heel ander verhaal. Maar niet de doden loven. Maar wij die adem hebben. Ja, waarom? Ja, dan leef je. Ja, en wanneer leef je echt? Wanneer leef je als je hem looft? Dat is waar je toe bestemd bent. En het is echt doodzonde als je niet hem looft. Dat is geen beschuldiging, het is gewoon vaststellen. Dat is jouw doelstelling. En als je beantwoordt aan die doelstelling, dan leef je. Want, staat er, uit hem, dat wil zeggen, hij is de bron. En door hem, hij is het kanaal. Via hem, hij is het die het realiseert. Uit hem wil zeggen, het komt, hij heeft het bedacht, hij heeft het voortgebracht. Hij is ook degene die het vervolgens realiseert. En laat de regie niet over aan een ander. Nee. Nou ja, voor zover hij daarin delegaten heeft. En de God, zelfs de God van deze aion, heeft daarin een belangrijke deel, maar dan nog is het gedelegeerd. Ik kan geen millimeter verder dan hij dat zo geregeld heeft. Zie het boek Job. Feitelijk hebben wij daar niks mee te maken. Uit hem, ja, het is maar net hoe je de klemtoon legt. Is het nou uit hem of uit hem? Nou, laten we het voor het gemak vandaag, juist ook in het kader van het onderwerp, maar zo zeggen. Want uit hem, en vervolgens ook door hem, en ook tot hem. En het ene spreekt over het eerste spreekt over de bron, dit spreekt over het kanaal, en dit spreekt over de doelstelling. Het doel. En dat betekent dus, er is maar één. In die zin, beste mensen, is het leven zo verschrikkelijk simpel. Alles is heel simpel, want er staat bij, zijn alle dingen. En ook hier weer dat woord wat ik zojuist al even over had. Ja, het al, ta, al, ta. Het al. Wel. Die ene speelt als het gaat om de bron, de wijze waarop het allemaal zich voltrekt. En als het gaat om de grote doelstelling. Hij is het. Is één, simpel betekent eenvoudig. Het leven is eenvoudig. Nou, hij. Uit hem, door hem, tot hem zijn, is het al. Hem zij de heerlijkheid. Ik zei al, even naar aanleiding van Efeze 1 zojuist. Dit is niet alleen maar een oproep. Is het natuurlijk ook. Hem zij de heerlijkheid. Eigenlijk is het hier. Aan hem is die heerlijkheid. Dat wil zeggen, het behoort hem toe. En alles wat adem heeft, zal hem loven. Het hele grote slotakkoord van al die aionen, al die wereldtijdperken zal zijn. Eén groot halleluja. Als ik het zo zeg, dan moet ik denken aan dat stuk van Mozart. Hè? Het grote halleluja, dat was het slotakkoord van dat geweldige muziekstuk. En dat geldt, dat wat God componeert, dat eindigt in één grote ode aan wie hij is. Maar daarin, daar moet elke tong in meedoen. In dat koor, dat kent vele stemmen en tegenstemmen. En vele instrumenten, maar heel de schepping gaat in dat koor meezingen. God heeft, dat doet God niet zo erg vaak, maar God heeft dat gezworen. Je leest het in Jesaja 45. Dat voor mij elke knie gaat buigen, elke tong, niet, dat is nou geen lippendienst meer, hè? Dat is de buitenkant, de lip, maar de tong, de binnenkant. Elke tong zal van hem getuigen. Dat staat er nog bij, tot eer van God de Vader. Dan zo laat Paulus dat later ook nog aan. Aan hem zij de heerlijkheid. Dus dit is maar niet alleen maar ethisch of een doelstelling. Dat is wel zo, maar het gaat erom. Dit is een vaststelling. Hem zij de heerlijkheid tot in ja, de aionen. Die al die wereldtijdperken. Die eindigen dus in die geweldige ode aan hem. Geen ontkomen aan. Amen. Dat is de waarheid. Ik wil nog even met u nog naar een andere schrift plaatsen. En we waren zojuist in Romeinen 11, dan gaan we nog even naar Romeinen 4. En dan vinden we een mooi voorbeeld van in de praktijk ook, van Abraham.
Nou ja, u ziet de wijze waarop Paulus dan in vers 19 verder gaat, dat daaruit blijkt ook dat hij een heel betoog daarop zet. En dat gaat aan de aanleiding van de geschiedenis van Abraham. Abraham die geloofde God. En God had een belofte gegeven. En dan lees je in vers 19, nou laat ik het maar goed voorlezen. En zonder te verflauwen in het geloof, als je het boek Genesis leest, dan blijken daar toch nog wel allerlei momenten in het leven aan te wijzen te zijn van Abraham. Waarin hij toch zijn eigen weg ging. Maar als God er later op terug ziet, dat is heel mooi, is hij het allemaal vergeten. Kijk het maar eens na. In de Bijbel, als God de testament aan al die mensen in het Oude Testament, al die mensen die leefden uit geloof, dan ziet hij geen ongerechtigheid meer. Nou ja, zonder te verrouwen in het geloof, dat is wat Paulus dan zegt, heeft hij opgemerkt, dat wil zeggen, heeft Abraham gewoon beschouwd, gewoon vastgesteld, geconstateerd, dat zijn eigen lichaam verstorven was, wij zouden zeggen impotent, niet meer in staat om nageslacht voor te brengen, daar hij ongeveer 100 jaar oud was. Nou ja, hij heeft later zijn potentie weer helemaal teruggekregen, weten we. Maar in elk geval, dat is wat hij vaststelde in zijn eigen lichaam. En trouwens, it takes two to tango, en dat geldt zeker als het gaat om voortplanting. Zijn vrouw was bovendien al van meet af aan onvruchtbaar. Bovendien ging haar niet meer aan de wijze der vrouwen. Ze waren ook zwaar over de leeftijd, zal ik maar zeggen. En maar Sarah's moederschoot was gestorven. Verstorven. Nou, maar God had gezegd, door jou en jouw zaad, en bovendien dat zou zijn als de ster ons, ja, maar dat zag hij dus helemaal bedoel ik, niks van. En dan komt het erop aan. Nou, Abraham stelt dat gewoon vast. Je hoeft je kop niet in het zand te steken. Het is gewoon een vaststelling. Maar ja, Abraham kende God. Ik bedoel, hij kende God als God. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Maar, zegt hij, er staat dan bij, aan de belofte van God heeft hij niet getwijfeld door ongeloof. Dat wil zeggen, God had gesproken. En dat was ook wat er staat, dat was bij meerdere gelegenheid, dat weet ik. Maar in ieder geval, dat God hem dan in de nacht inderdaad uitroept en dan zegt hij, zo zal jouw zaad zijn, jouw nageslacht zijn. Abraham zag er niks van. Het kon naar de mens gesproken helemaal niet, zoals het beloofd was. Maar Abraham zegt, amen. U hebt het gezegd, als u dat zegt, dan gebeurt dat gewoon. En Abraham heeft daar heel lang op moeten wachten, maar het is gebeurd. Laten we eventjes meelezen in de tekst en niet voor de fanfare uitlopen. Maar aan de belofte van God heeft hij niet getwijfeld, want dat is ongeloof. Maar staat er, hij werd versterkt in zijn geloof. Ja, hij werd bijmachtig gemaakt in het geloof. Kijk, dat is precies wat geloof is. Geloof is niets anders dan amen zeggen. Ons woord amen komt uit het Hebreeuws, maar dat betekent, dat is gewoon het woord voor geloof. Dat wil zeggen, zo is het. Iets beamen. Dat is wat geloof is. U zegt het, en zo is het. Ik ga er niet tegen in. Hoe u dat realiseert. Kijk, dat was Abraham's probleem ook niet. Van Abraham werd niks gevraagd. Kijk, als stel je voor dat van Abraham nou iets gevraagd zou worden, ja, dan moest Abraham iets doen en dan kon Abraham zeggen, ja, maar ik heb het gedaan. Nee, maar God had helemaal niks aan hem gevraagd. Hij heeft gezegd, zo zal jouw nageslacht zijn. Dat is een belofte. En wat kan je daarmee doen? Met die belofte. Hij kon slechts beamen. En hij heeft beaamd wat God gesproken heeft. Maar dat gaf hem juist zo'n kracht. En dat is waar ik het zojuist ook over had. Geloof stelt je in staat tot. Of laat ik het anders zeggen, geloof, dat is precies de wijze waarop de kracht Gods werkzaam wordt. Hoe staat het in Romeinen 1? Een kracht Gods voor een ieder die gelooft.
Dat woord is leven, dat is kracht, dat is vreugde, dat is hoop, dat is alles. Alle dingen zijn uit het woord voortgekomen. En als je Gods woord beaamt, dan is dat zo'n ongelofelijke power. Wel, Abraham heeft dat geweten. Hij werd versterkt in zijn geloof, staat er. Hij werd daarin bevestigd en bemachtigd gemaakt. En gaf God eer. Hij gaf, en hier heb je dat woord. Dat woord waar we het al eerder over hadden. Heerlijkheid. Ja, hier wordt het vertaald met eer. Hij gaf God eer. En wat is dat? Dat is dat hij de belofte van God beaamde. Maar dat is God eer. Als God zegt, ik ga dat doen. Dan eer je God maximaal door het gewoon te beamen wat hij zegt. Is dat een verdienste? Nee, helemaal niet. Als daar geroemd moet worden, dan is het hij die gesproken heeft. Ik ga dat realiseren. Dus als het gebeurt, is aan hem alle ode. En Abraham was daarin niet meer dan leidend voorwerp. Ging natuurlijk niet buiten hem op. Nee, want hij werd potent gemaakt, maar het overkwam hem. Slechts een instrument. Hij gaf God de eer. En dat is, ja, dat is waar het in... Dat is toch wel een van de grote kenmerken van... Ja, met name de brieven die Paulus heeft geschreven en die bestemd zijn voor de natie. Het is geloof. En wat betekent geloof? Geloof staat tegenover werken, verdienen. Geloof, dat zegt amen, God belooft. God verklaart, God zeg, ik ben dit. Ik ben de redder van deze hele wereld. Wauw. Amen. U zegt het. Maar wat een kracht. Is het gewoon beaamd. Dan heb je echt een, dan heb je een blijde tijding. Om te vertellen. Nou ja. Hij gaf God de Heer. Gevende God aan de heerlijkheid. Dus tot lof van Gods heerlijkheid. Wel, waarom? Abraham was in de volle zekerheid dat hij, God, bemachtigd was hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. En dus gaf hij God de eer. Want als God degene is die het belooft, en als God dus verplicht is om het te doen, dat klinkt een beetje raar dat ik het zo zeg, maar het is wel zo. We zeggen toch, belofte maakt schuld. Als God belooft, wie is dan verplicht om het te realiseren? Nou, God. Maar wie krijgt dan de ode als het gebeurt? Nou, God. Maar dan zijn we precies waar we wezen moeten. Abraham werd niks, van Abraham werd niks gevraagd, maar Abraham geloofde God. En ook meer dan genoeg. En daarmee gaf hij God de eer. En hij dacht, als God dat zegt, als God dat belooft, dan komt het dik voor elkaar. In de volle zekerheid dat hij bij machten was. U weet het, dat is die zinsnede die Abraham zei. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn als die dan tegengesproken werd, of Sarah die had een mindere dag, zeg maar. Zou voor de Heer soms iets te wonderlijk zijn? Maar weet je. Kijk eens om je heen. Kijk eens naar de schepping. Nou, iemand die zoiets allemaal bedenkt, bij macht is door. Denk je dat voor hem, die uit een dode natuur leven voort kan brengen? Het is niet voor niks voorjaar. Hè? Dan word je, elk jaar word je weer bepaald. Zou hij niet bij machten zijn in ons verstorven lichaam nieuw leven voort te brengen? Opstandingsleven? Ze hebben dat geweten. Maar Abraham die heeft... Kijk, dat is het mooie van geloof. Je hebt zoveel voorpret. Je weet namelijk van tevoren dat het al gebeurt. Je weet dat dat is het mooiste pret dat er is. Voor de vakantie. De vakantie moet nog komen, maar je weet dat het gaat komen. Al dat plezier wat je van tevoren... Mensen ontnemen zich zo enorm veel vreugde door God tegen te spreken of te betwijfelen of het gewoon negeren. Of zeggen van ja, het zal wel waar wezen, maar ja, we negeren het dus. Maar als je erop gaat staan, u hebt gesproken en daar dus op het... Ja, het is een beetje een economisch begrip, maar ik ben een Nederlander. Dan haal je het volle rendement eruit. Als je zou weten, de heerlijkheid die wij, die ons wacht, ja, uiteindelijk de hele schepping, dan kun je het je toch niet meer permitteren om nog één seconde gedeprimeerd door het leven te gaan. Ik ga er niet om dat het niet mag.
Als je, nee, het gaat erom, als je zou weten de heerlijkheid die ons die geopenbaard zal worden. En dat het niet eens waard is vergeleken te worden. Dat is Paulus' formulering. Niet eens waard is vergeleken te worden met het lijden van de tegenwoordige tijd. Nou, dat probeer ik helemaal niet te kleineren of te minimaliseren. Want nou ja, als u de krant leest en als u het nieuws volgt, dan weet u wat voor afschuwelijk leed er dag in dag uit waar we op getrakteerd worden. En dan is het nog maar een fractie. Dus begrijp me goed, dat wil ik niet mee minimaliseren. Maar dan te bedenken dat het lijden van die tegenwoordige tijd niet eens waard is vergeleken te worden. Mensen, minimaliseren die heerlijkheid niet die gaat komen. En wat God voornemens is en gaat doen. Sta daarop. Kijk, en dan wordt je perceptie echt anders. Dan kijk je naar een andere wereld. Gods perceptie is ook anders dan de onze. Wij zien slechts wat voor ogen is. Maar God ziet verder en groter en dieper en door. Hij ziet alles. En dat is het geweldige van geloof, want dat geeft ons zijn waarneming. Nou wil ik nog even naar 1 Korinthe 1. 1 Korinthe 1, dat is het laatste schriftgedeelte dat ik genoemd wil hebben in dit verband. Want, nou, dan gaat het in dat hoofdstuk, daar zet Paulus uiteen wat Gods wijsheid is. In de ogen van de wereld dwaasheid, maar goed, dat is vice versa ook zo. Want de wijsheid van deze wereld, ach, is gewoon dwaasheid. En dan eindigt Paulus zijn verhaal. Hij heeft Corinthiërs net een beetje te kijken gezet. Zo van, nou, hij zegt, kijk nou eens wat je was toen je geroepen werd. Niet veel wijze, niet veel aanzienlijke. Stel niet zo heel veel voor, nee. Wat onaanzienlijk is, wat zwak is, dat heeft God uitgekozen. God heeft daar een voorliefde voor. Juist om dat wat meent te zijn, te kijken te zetten. En dan zegt hij, ik kom nu dus in vers 30, maar uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt. Hier zou ik ook weer moeten cursiveren. Uit hem is het dat jij, dat jullie, in ieder geval jullie geloven, uit hem is het dat jullie in Christus Jezus zijn. Hoe komt het dat ik in Christus Jezus ben? Nou, Paulus zegt, dat is uit hem. Hij heeft jou geroepen. Hij heeft jou overtuigd. Hij heeft jou de ogen geopend. En dus, aan wie is alle eer? Ja, aan hem. Want het is uit hem dat je in Christus Jezus vandaag bent. En in Christus Jezus, die ons van God is geworden wijsheid. Eigenlijk staat er, want hier staat dan, ja, als u een NBG-vertaling hebt, trouwens vrijwel alle vertalingen zitten hier dan die ons van God is geworden, dubbele punt, wijsheid, maar het staat er anders. Er staat eigenlijk die ons is geworden, wijsheid van God. Van Gods wegen. Hij, Christus Jezus, is ons van Gods wegen wijsheid geworden. Gods wijsheid. Dat is zijn intelligentie, zijn uitzicht. En die alle wijsheid van deze wereld, of wat daarvoor doorgaat, gewoon volstrekt belachelijk maakt. Maar het is allemaal van Gods wegen. Hij is ons van Gods wegen wijsheid geworden. En dan de punt, wat is die wijsheid van God? Dat is mooi. Ik had het zojuist over uit en door en tot. Maar hier heb je weer die drie delen. Die ons bepalen bij het verleden, bij het heden en de toekomst. Het is uit hem dat je in Christus Jezus bent. En dat is Gods wijsheid, dubbele punt, waaruit bestaat dat? Wel, rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, God rechtvaardigt. God verklaart je rechtvaardig. En dat is verleden. Kijk, hier worden degenen aangesproken die vandaag Christus Jezus, in Christus Jezus geloven. Nou, het feit dat je in hem bent, dat is genade. Het is namelijk uit hem. En je werd gerechtvaardigd. Dat je een rechtvaardig bent, dat is puur uit hem. Maar dat niet alleen die rechtvaardiging is uit hem, maar ook de heiliging. Vervolgens gaat God mensen heiligen. Dat is geen
eigen werk, dan wordt het zelfheiliging. En dat is hetzelfde als schijnheiliging. Ja. Nee, want kijk, het is uit hem. Hij heiligt. Hij zit apart. Hij maakt ons. Hij vormt ons. Al zijn werk. De vrucht van de geest. Dat wil zeggen, het is de natuurlijke, de organische uitwerking van dat wat hij in en door ons, door geloof, doet. Je staat op zijn woord en eens kijken wat er dan gebeurt. Dan ben je blij. Ga je liefde krijgen voor de mensen. Je gaat met Gods ogen naar de wereld kijken. Je krijgt vrede. Geduldig. Je krijgt de tijd. God die alles plaatst. Nou, ik bedoel, de vrucht, dat is de natuurlijke uitwerking van wat hij doet. Hij heiligt. Hij rechtvaardigt, hij heiligt in het heden. Maar ook die verlossing, en dan gaat het, dan denk ik vooral aan die verlossing van het lichaam. Waar Paulus het over heeft in Romeinen 8, dat is toekomst. Dit lichaam is ons onverlost, maar dat gaat, TZT, verlost worden. Een totaal vernieuwd lichaam. Aangepast aan de condities die straks nodig zijn. Hebben we daar een aandeel in? Dat overkomt je. Al deze dingen, het is uit hem. En weet u, dat is essentieel om het te begrijpen, want zowel die rechtvaardiging als die heiliging in de tegenwoordige tijd, als de verlossing in de toekomst, het is alles uit hem. Opdat het zij, en dat het waar is wat ik nu zeg, en dat dat de hele strekking is, blijkt uit het laatste vers van hoofdstuk 1 van 1 Korinthe. Hij zegt, opdat het zij, gelijk geschreven staat, wie roemt, zich beroemt, roemt in hem. Want het is uit hem. Of je nou over het verleden of over de tegenwoordige tijd hoort doen, het is alles uit hem. Wil je God alle eer geven? Nou, laat hem dan ook alle werk doen. En dan is het waar, wie roemt in de Heer. Zullen we dan niet zien. Thank you.
Nou, daarmee is denk ik de toon aardig gezet voor deze morgen, want het thema ook straks van de Bijbelstudie is tot lof van zijn heerlijkheid. En hoe zou dat anders kunnen wanneer we niet zouden weten dat God inderdaad God is, maar ook goed is. Ik stel voor, voordat we nog een lied samen zullen zingen, dat we eerst deze samenkomst zullen opdragen aan onze Hemelse Vader. Dank u, Hemelse Vader, dat u ons hier bij elkaar hebt gebracht, dat we het voorrecht mogen kennen om vrij te mogen samenkomen, ook bepaald niet vanzelfsprekend, als we wat wijder kijken in deze wereld, dat we hier in dit land zoveel voorrechten mogen genieten. We danken u bovenal voor het geweldige feit dat u ons uw woord hebt gegeven, dat u gesproken hebt, dat u zichzelf bekend hebt gemaakt en dat u degene bent die alles ooit bedacht hebt en alles tot aanzijn hebt geroepen en alles ook in uw machtige hand hebt en werkelijk God bent, alles omvat, alles ook draagt door het woord van uw kracht en dat u ook alles tot een succesvol einde gaat brengen, daar waar u het hebben wil en dat u geen schepsel daarbij over het hoofd ziet. Wat is het geweldig om ons een creatuur van u te mogen weten, geliefd, bedacht door uzelf, goddelijk design zit daarachter en dat u ook uw weg gaat met elk schepsel. U excuseert zich niet, dat u alles een plaats geeft en dat u goed bent. Zelfs als u het kwaad een plaats geeft, dan nog weten we, u bent goed. Want het kwaad is in goede handen. U keert het om ten goede. U maakt van elke min een plus. En Heer, we danken u dat we zo in het leven mogen staan. En dat we zo ook dat besef ook uw woord mogen openen. En laat ook de rijkdom daarvan vanmorgen mogen klinken. Dank u voor hem in wie u zichzelf bekend hebt gemaakt. Beeld van de onzienlijke God, Christus Jezus, onze Heer. Hij die ooit zichzelf gaf tot een losprijs voor elk mensenkind. Maar ook die opstond uit de dood, die opgewekt werd. En die leven aan het licht bracht. Dat ooit de dood volledig teniet gedaan zal worden. Heer, wat een geweldige toekomst. Wat een geweldige hoop. Wat een geweldige belofte geeft u ons. Het zou een heerlijke ochtend zijn tot lof van uw heerlijkheid. Amen. We zingen nog een lied, zoals aangekondigd. En ook dat is een oud lied. Ik weet eigenlijk niet of het hier ooit was eerder gezongen. Als ik me niet vergis, staat het werd in het liedboek van de kerken. Wat vliegt of bezwijk, getrouw is mijn God. Hij blijft aan mijn zij in het wisselend lot. Nou ja, het staat ook erg in het teken van het loflied. Dat zijn goedheid groot is. Maar we beginnen uiteraard met het eerste couplet. Thank you.
met z'n toe vanmorgen met zingen. Maar vergeven me. Maar dit is een lied. Alle roem is uitgestort. En waarom ik dat zo zeg, dat heb ik zojuist gehoord. Of wat hiermee gezegd uitgedrukt wordt, dat is zojuist ook allemaal toegelicht. Alle roem is uitgestort. Zingen we straks nog één lied. Wat is het geweldig, Heer, dat de waarheid is waar u ons in uw woord mee bekend maakt. Vanaf de eerste bladzijde tot de laatste aan toe. Alle roem is uitgesloten. En alle eer is aan u. Uit wie, door wie en tot wie alles is. Wat is het geweldig om dat niet alleen te weten, maar vooral ook te beseffen. Te realiseren. Dat geen enkele verdienste van onze kant is, maar u neemt alles voor uw rekening. Het is geweldig, Heer, om in die rust te mogen staan, om ontlast te worden. Er zijn er zoveel die gebukt gaan onder alle verplichtingen, ook godsdienstige verplichtingen, en altijd maar weer teleurgesteld zijn en gefrustreerd zijn. Maar we hoeven alleen omhoog te kijken. God die alles doet. Heer, wat is het geweldig dat we werkelijk een God kennen die God is, alles een plek geeft. Heer, we danken u dat we als gelovigen vandaag ook een geweldige bevoorrechte plaats mogen hebben in dat plan van u. Een toppositie, deelhebbend aan uw Zoon, Heer Jezus Christus. Het is ongekend, het is een geweldige schatkamer. Verlicht de ogen van ons hart, zodat we dat echt gaan zien en verstaan en de enorme rijkdom daarvan gaan beseffen. Heer, we danken u dat we zo in dat besef ook mogen leven, elke dag. Dat we de dag mogen beginnen en zo ook de hele dag mogen wandelen tot lof van uw heerlijkheid. Dat we u mogen danken, de credits geven als de gever van alles, die ons in staat stelt tot. Heer, we danken u dat ons leven zo ook zin en inhoud heeft. Werkelijk een doel, licht mogen kennen en uitzicht. We danken u voor deze gelegenheid dat we hier bij elkaar mogen zijn. We danken u dat we deze rijkdom met elkaar mogen delen, elkaar mogen aanmoedigen. We denken aan degenen die het moeilijk hebben. Er zijn ook die hier gewend zijn bij andere gelegenheden te komen, die het moeilijk hebben. Om welke reden ook, denk ik ook aan Esther, die er zo vaak was, maar nu niet meer echt in staat is om hier te zijn. Laat het licht van uw woorden rijkelijk in haar hart en leven stralen. Heer, u bent bij macht met uw woord zo oneindig veel meer te doen dan we bidden of beseffen. Heer, bedankt u dat we zo ook aan elkaar mogen denken. Laat dat licht van u rijkelijk niet alleen in ons leven, maar ook door ons heen stralen tot licht, ook uitzicht voor andere mensen. Tot lof van uw heerlijkheid. Amen. Goed, nog één lied. Zingen we. Een loflied. Hoe kan het anders? Maar voordat we zo weer zijn, luisteren we nog naar mooie klanken van Tom. Onderwijl gaat nog het collectezakje rond ter bestrijding van de onkosten. Thank you.
zijn we zo ongeveer aan het einde van deze samenkomst gekomen. Ik wil u nog even de volgende samenkomst ter plaatse aankondigen. Deelvolente, op dat voorbehoud uiteraard. Dat is vandaag over 2 weken, dat is zondag 10 mei. En onderwijl zijn er nog wat bijbelstudies. Aankomende donderdag in Rijnsburg. Over het boek Handelingen, de voetsporen van de apostel Paulus. En donderdag ook in Rotterdam. Enfin, u ziet dat op de website van goedbericht.nl kunt u daar nog wat meer over lezen. Rest mij u nog een heerlijke zondag. Toen zou ik zeggen, heerlijk bedoel ik, tot lof van zijn heerlijk. Dank u wel. Tot ziens en wel thuis.